Welkom bij ons nieuwe sportprogramma, Studio NAC. Ja, naast mij de beste voetballer die NAC ooit heeft voortgebracht, Anton Verleg. Zijn bijnaam Rad Verleg. En hij kijkt met mij in ieder geval mee naar de open dag bij NAC 2016. Welkom bij Studio NAC. Ja, zoals bij elke voetbalclub, ze hoort er trouwens ook een nieuw thuisshirt, uitshirt, misschien nog wel een derde shirt. En Erik Matthijssen weet er alles wat te vertellen. Ja, dat klopt. Ze zijn vandaag op de open dag weer allemaal binnen. De thuisshirts hadden we al een tijdje, konden onze trouwseizoenkaarthouders al bestellen. Vandaag ook het tweede en het derde shirt, wit en blauw. De gele, uiteraard ook verkrijgbaar, gemaakt en ontworpen door een supporter Stef Goedhart. En een mooi design. En als je een stukje verder in de winkel kijkt, je ziet het is al erg druk momenteel. De witte en de blauwe zijn ook erg in trek. Dus vandaag op de open dag te verkrijgen en uiteraard daarna ook in de fanshop. En dat het maar punten op gaat leveren uiteraard. NAC, die club van toffe jongens is de trots van heel Breda. Want Brabantse supporters leven mee. Ja, bij mij Dunga, kind van de club. Alle clichés haal ik nu uit de kast. Hans van der Dungen, hoe is die? Mij zit goed jongen, mooie dag. Lekker mensen hier bij ons op het stadion. En ja, de open dag van NAC is altijd een hele leuke aangelegenheid. Het moet een beetje beginnen te lopen, maar ik verwacht volle bak zo meteen. Dus het gaat goed in de verkoop. We staan hier bij de merchandising. Mooi shirt. Hè, blauwe uitshirt is echt een bestseller. Dus we hebben het naar ons zin. Wel opvallend, heel veel spelers weg, Hans. Nou, ik concentreer me niet op de spelers die weg zijn. Ik concentreer me op de spelers die zijn gekomen. We hebben een totaal nieuw elftal. En nou, daar gaan we het gewoon mee doen dit jaar. En ik heb ze gezien tegen KV Mechelen. Ziet er heel goed uit. Er staat een team. Ze zijn gek met elkaar. Ze hebben plezier met elkaar. Ze willen werken. De hiërarchie is beter in het team. Dus ja, ik heb toch hoge verwachtingen. Ik zie het in ieder geval buiten ons omheen. Zeker voor ons nieuwe programma, Studio NAC. Het is al behoorlijk druk ook, hè? Ja, het is druk. En NAC leeft. NAC is van Breda. NAC is van de supporters. Dus, dat zie je bij geen enkele club. Kijk, we lopen nu even een paar jaartjes in de eerste divisie. Daar moeten we weg zien te komen. Maar de supporters laten ons niet vallen. En, het moet niet te lang duren, dat begrijp ik. Maar er wordt aan de technische kant van alles aan gedaan om de mensen, de supporters, de sponsoren naar de zin te maken. En ja, wat ik al zei, ik heb er vertrouwen in, ik heb een goed gevoel. En eigenlijk beter als vorig jaar. Ik was net man die de shirtjes bedrukt, heel veel met nummer 2. Ja, dat is een legendarische. Legendarische. Wie wilde er niet de nummer 2? Dus ja, heel goed. Hey, veel plezier. Hey, ga je goed, jongen. Mark van Muis, Kaldersreizen, Sint-Willibrord. Geen nieuwe bus, maar wel nieuw bestikkerd, geloof ik, hè? Ja, we hebben hem gisteren weer op mogen halen. Hij is weer helemaal opnieuw bestikkerd. En ik vind hem wat rustiger. Ik vind hem zelf eigenlijk mooier als de vorige. Als de vorige bestikkering. Eén ding staat er niet op. En dat is? Op weg naar de Eredivisie. Misschien is hij nog niet helemaal af. Plakken we het er later bij. Het maakt jou natuurlijk ook helemaal niet uit. Je reist al jaren door het land heen. Maar zijn inderdaad de opvallende dingen toch bij voetbalclubs. Hè? Bussen ook heel belangrijk. Bussen zijn heel belangrijk, want bussen worden ook geïdentificeerd met de club waar ze voor rijden. Dus dat is zo. Nou, het is wel zo dat NAC heeft een hele nieuwe selectie bijna. Moet je allemaal weer opnieuw leren kennen? Die moeten we allemaal weer opnieuw leren kennen. En daar zijn we vandaag natuurlijk ook voor, want straks is de spelerpresentatie. En dan hoop ik dat we het allemaal weer kunnen onthouden. Ik wens jou heel veel reisplezier. Dankjewel. Te beginnen, maar zeker voor mij ook eerst open dag. Vorig jaar was ik er nog niet bij, dus ook nieuw, hartstikke leuk. En we hebben inderdaad een nieuwe frisse groep, dus dat is leuk werk tot nu toe, ja. Ik vind het opvallende spelers, Hamouts, Stans, goede voetballers. Ja, we hebben zeker, ik denk dat we van alles wat hebben. We hebben spelers denk hopelijk die aanspreken bij het publiek, dat soort wat jij nou al noemde. We hebben korte nog, Atjepong, jongens met snelheid. We hebben jonge jongens met heel veel potentie, wat eigen jeugd erbij. Dus wat dat betreft, ik denk dat we een mooie mix hebben.
twee All-Stars van NAC. Stel jezelf maar even voor. Ik ben Rijn Lambrechts. Ger Hogeveen. Hoe oud moet je zijn om bij jullie mee te kunnen doen? 60 jaar, dan beginnen we. We zijn dit jaar begonnen met de NAC All-Stars. We voetballen op het WDS-terrein in Breda. En we hebben een groepje van 20 man, dat was ook eigenlijk de bedoeling. En dat is iedere woensdag van, ik blijf gewoon praten, hoor, als je niet vrij. Van 10 tot 11:30 en dat is supergezellig. Nou ben ik 62, mag voor de camera gezegd worden. Kan ik nog meedoen eigenlijk? Uiteraard. Ja, maar ik was vroeger rechts buiten. Nou, dat maakt niet uit. We hebben geen keeper, dus... Hoe zijn eigenlijk de regels? Nou, de regels zijn dat je dus je speelt zonder keeper op een aangepast veld. En je mag de bal niet boven heuphoogte spelen bijvoorbeeld. Ja, er zijn zoveel. Geen lichamelijk contact. Maar wel allerlei technische hoogstandjes, koppen? Nou, dat proberen we. Nou, koppen, dat kan dus niet, want dan is je al boven heuphoogte. Maar het is eigenlijk gewoon positiespel, spelen met elkaar. En dat is gewoon super leuk om te doen natuurlijk. Op onze leeftijd dat we daar nog mee kunnen doen. De meesten hebben 35 of 40 jaar niet meer gevoetbald. En die gaan het dan nou weer oppakken. Met begin hadden we best veel blessures. Want dan, vooral met een partijtje, dan werd er toch wel eens een keer iemand geraakt. Maar gaandeweg is dat steeds beter gegaan. Nou, we zien het voor iedereen die thuis nu zit te kijken, die boven de 60 is, gewoon je eigen opgeven. En je ziet het, vroeger was het echt de oude harde kern van NAC, hè? De oude B-side die nu zo naast me staan. En het zijn gewone hele aardige mensen geworden. En opa's en ook voetballers. Wat heel belangrijk is, als ik nog mag zeggen, wij spelen bij WDS. Maar het is de bedoeling dat komend seizoen, vanaf 1 september, er ook gespeeld gaat worden bij Baronie, bij TSC en bij Internos. En dat heet allemaal de NAC All-Stars. Dus dat wordt door NAC uitgelegd bij die amateurclubs. Daar kunnen de mensen dus vlak bij huis meedoen. Nou, Rijn, succes. Ger, succes met jullie organisatie. Peter, Remy, blijf je trouwens nog zelf trainen? Sorry? Je blijft zelf nog trainen bij Unitas? Ja, ik blijf zeker nog een jaar trainen bij Unitas, ja. Heimwee naar het huidige NAC? Nee, niet echt. Jij als voormalig rechtsbuiten, wie moet het aankomend jaar die positie gaan bekleden? Ik weet het niet. Ik ga ze vanmiddag voor het eerst eens bekijken. Ik heb ze nog niet gezien. Ik heb er nog weinig tijd voor gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben benieuwd. Een hele jonge groep, dus ja. Is jouw systeem nog steeds van vroeger links, rechts, buiten en de spits? Nou, hebben we het over vroeger of zeg je gewoon twee spitsen? Ja, het liefst drie spitsen altijd. Maar goed, tegenwoordig heb je meerdere systemen. Hè? Een rechtsbuiten die op links moet spelen en een linksbuiten die op rechts moet spelen. Ja. Dan moet je toch maar stoppen. Dat soort onzin moet er echt mee stoppen. Ja, wat mij betreft ook. Maar goed, het is niet anders. Ik wacht het eerste moment het aankomend seizoen weer af. Dat jij, of tenminste dat er een rechtsbuiten van NAC, net zoals jij ooit vroeger, iemand op zijn strobbelers legt. Ja, dat verwacht ik ook eens een keer. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste jaren hebben ze ook met weinig echte buitenspelers gespeeld. Alleen met Verbeek als linksbuiten. Maar ja, die heeft ook wel eens weer op rechts gespeeld en Seuntjes op links. Dus een echte rechtsbuiten of een echte linksbuiten, die heb ik de laatste jaren niet echt ontdekt hier. Ben je helemaal afgestudeerd qua diploma's? Jawel, zeker. Tenminste, ik heb oefenmeester 1, dus... Dus ooit hier? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Unitas en we zien volgend jaar weer wel verder. De spelers kunnen in ieder geval heel veel van je leren, dat mag ik wel eens zeggen. Dankjewel. Hans van Ende, commercieel manager. Veel gebeurd. Ja, heel veel. Maar vandaag weer heel veel feest ook. Dus dat maakt het weer bijzonder. Wat is er zo bijzonder dat de sponsoren de contract heeft verlengd of zijn er heel veel weggelopen? Nee. Het gaat uitstekend. Ik heb zojuist ook weer een nieuw sponsorcontract mogen sluiten met een bedrijf. Die hadden speciaal vanochtend de afspraak, dus dat maakt het leuk. We zien heel veel beleving ook bij de seizoenkaarthouders die allemaal verlengd hebben. We hebben inmiddels ruim 9200 seizoenkaarten verkocht.
En als je nu weer de beleving bij de open dag ziet, hoe mensen warm lopen voor NAC, ja, dat is geweldig. Nou ja, je doet mij in ieder geval plezier, want er komt een nieuw sportprogramma gaan we doen. Studio NAC. Oh, dat is heel leuk. Dat had ik nog niet gehoord. Dus. Bij deze nog gelijk. Dus als de camera er zo meteen uit is, dan gaan we eens even rond de tafel, toch? Ja, nou, altijd goed. Oké, okay. In ieder geval succes vandaag. Ja, dankjewel. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen en NAC wordt kampioen. Ja, bij mij Erik Helmons, hoofdopleiding in NAC. Hoeveel spelers zijn er al doorgestroomd naar de eerste? Nou ja, goed, dit seizoen zijn er in ieder geval een aantal jongens die mee trainen en de oefenwedstrijden meegedaan hebben. Ja, die hebben het toch goed gedaan. En ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij om, hartstikke trots op dat, ja, dat die jongens in ieder geval die trainingstap hebben kunnen maken. Wat is gewoon de tijd dat die, al die voetbalclubs maar weer invoeren, weer regionale spelers? Ja, wel, maar dan moet het ook gewoon het talent moet dan aanwezig zijn dat ook de regionale speler door kan stappen. Maar goed, talent wordt overal geboren en ik ben ook wel van overtuigd als je met een team met mensen daar alles aan doet en er heel veel in duwt, dan ga je daar uiteindelijk een keer resultaat van krijgen. En ja, laten we hopen dat dat op korte termijn gaat gebeuren bij NAC. Ik krijg de indruk dat ondanks de degradatie dat het wel leeft bij NAC. Dat vind ik ook. Dat merk ik ook zelf. Ik zit natuurlijk niet zo heel lang in de organisatie bij NAC. Maar het is meer rust. Op een goede manier rust. En dat betekent ook als je daar op de goede manier mee omgaat, dan kun je ook daarop verder. En dan gaat ook de club in leven. En dat is wel heel leuk om te zien. Dat is wel gaaf, ja. Succes met de opleidingen. Ja, dankjewel. Huub Schouten, stel jezelf maar eens even voor. Goedemorgen, Huub Schouten. Ja, fotograaf bij de supportersvereniging. Ja, wat is het? Ja, ik ben bijna 40 jaar lid van de vereniging. Ja, wat wil je meer? Daar is alles mee gezegd, denk ik, want het omvat alles. Nou, stel zo dat elk jaar nog weer nieuwe spelers, dat maakt natuurlijk niet uit. Dit jaar wel heel erg veel, zeg je op een gegeven moment. Nou, de meeste ken ik toch wel? Nee. Nee, er zit heel veel nieuwe jeugd. Engelsen. Ja, dat zijn die mannen die heb je nooit zien voetballen, nooit zien spelen, niks. Ja, dat is eigenlijk het verschil. Maar voor jou, Huub, een hele schone taak om ze ook allemaal op een foto te zetten natuurlijk en ze herkenbaar te maken. Uiteraard, maar ja, die jongens die zijn hier nog niet zo lang, dus we doen ons best. We hebben zelf nog een akkefietje gehad, medisch. Ja, dat is helaas even anders uitgepakt. Nou, succes met, de fotografie en dat de supporters maar ze weer kunnen zeggen nou, wie de favoriete speler gaat worden. We gaan ons best doen. Say.